It's all I wanna do. En welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chess. En vandaag spelen we weer een keer Call of Duty Advanced Warfare. En deze map, die is echt gewoon zo klein, dat je eigenlijk gewoon een across the map grenade gewoon al kills kan maken. Maar, ik weet nog niet precies met welk wapen ik ga spelen, dus in ieder geval vergeet niet jouw blauw duimpje omhoog achterlaten natuurlijk. Nou, helpt me natuurlijk enorm. Als we gewoon 50 likes deze video kunnen halen, zou het helemaal awesome zijn. En ik wil even met een lekker wapen gaan spelen. Wat gaan we doen? Ja, ik ga gewoon met de ASM meespelen. Met deze versie. Dan gaan we gewoon kijken of we een chill potje ermee neer kunnen gaan zetten natuurlijk. Lekker teammate. Teammate had die kill al. Kijk, hij gooit dus al een flashbang. Nou, die kan je dus ook gebruiken. Als ik hem was, zou ik dat een granaat doen. Dan kan je lekker mee across de map schieten. Maar dat is mijn mening. Ik weet niet hoe andere mensen daarmee natuurlijk spelen. Ik weet niet wat hun speelstijl is. Die ken ik ook niet uit mijn hoofd natuurlijk. Dan zou het helemaal mooi zijn als ik die uit mijn hoofd ken. En je had het niet door dat ik daar even heen kwam. Dat is natuurlijk mooi. Maar nu spannen ze weer aan de andere kant van de map. Dus goed opletten. Dat ze geen gekke dingen doen. Ik heb een supply drop binnen natuurlijk. Die gaan we nou het potje wel even openmaken. Zit onder me. Nog meer onder me. Oh, lekker teammate. Thank you. In je rug, teammate. Wow, hoe heb ik dat overleefd daar? Zo, we gaan echt hem, jongens. Kijk waar ze op de UAV zitten. Er zit er één onder me. Holy shit. We gaan echt lekker, jongens. Mijn system hackje inroepen. Ze weten natuurlijk niet meer waar ik zit. Dat weten ze nu waarschijnlijk wel, dus ik ga hier weg. Als ik hier naar buiten kom, hier buiten. Zit er boven me, geloof ik. Ik hoor hem. Oei, nee. Ik dacht dat dat mijn teammate of een enemy was, maar dat was dus mijn teammate. Let's go, ik heb mijn warbird. Holy shit. Zit er mijn team streak? Weg hier! Hoe de fuck overleef ik dit? Nee! Kut, ik stond 14 om 1. Het moest een keer fout gaan. Shit, man. Jammer dat ik dan net achter dat ding bleef hangen. Ah, kut. En nu killt hij me gewoon 2 keer met Samelli. Ah. Wel zonde, man. Het ging wel lekker. Maar ja, aan elke streak komt wel eens een einde. Dat is natuurlijk logisch, maar de ASM op deze map is echt beasting. Holy shit. Hup, knife erbij. Oh, hij zat achter me. Dat hou ik niet eens door. Slim van hem dat hij met een silencer speelt. Ik had niet eens door dat hij daar achter me liep. Ik heb wel door dat daar enemies lopen. Daar is hij weer met zijn Amelie. Van de 4 keer dat ik dood ben gaan, heeft hij me geloof ik 4 keer met zijn Amelie. Nee, 3 keer met zijn Amelie gekild. De ene keer was die K5 silencer duwt. Thanks teammate voor de save. Ik heb de hik ook, lekker. Ja, jij kan niet veel doen met je blunderbus. Nu gaan we echt gewoon te veel dood. Voor onzin. Dat wil ik niet. Hij loopt hier, what the fuck? Zag hij mij? Ja, hij zag me. Oh, anders was het echt een leuke kill geweest gewoon. Lekker teammate. Laat me zijn Amelie oppakken. Waar ligt hij? Nog niet hier. Ja, hij kill me gewoon weer. En we gaan dit nog verliezen ook. Teammates, kom op.
Surprise! Oh nee, toen word ik in mijn bak, in mijn bek, mijn rug gepakt door een Amelie, natuurlijk. Hij kill me alleen maar. Ja, nu heb ik jou een keer. Mooi zo. Hij komt niet hier naar binnen. Oh. Als we dit nog kunnen winnen is het mooi. Ik ben bang voor niet. Nee! Oh. Teammates en UAV, ik heb nog een UAV voor jullie, kom op. Kom op. Nee, we hebben verloren. 8 kills. Oh, jammer. Als we die 8 kills niet hadden verloren, dan hadden we gewoon echt een lekker potje geneerd. Dat hebben we nu ook. Gewoon 32-9 in onze eindscore natuurlijk. Maar, we gaan nog even snel de supply erop openen. En dan sluiten we de video natuurlijk af. Want ik wil even kijken wat uit mijn supply erop komt natuurlijk. Hopelijk iets goed. Laten we even potje lieven. Kom op. Duur dat een tijdje bij Advance Warfare. Ja, leave lobby. Yes. Open supply erop. En wat is het? Een... Nee, kut. Helemaal niks, man. Godverdomme. Wat hebben we eruit gekregen? Schoenen. Een masker die ik al 30.000 keer heb gehad. Die ik al heb gequickshot omdat ik er niks aan vind. En een Orbital Care Package na 6 minuten in de game. Nou, jongens. Daar heb ik dus niet zo heel veel aan. Dus, mocht je nou genoten hebben van deze video, laat dan je blauw duimpje omhoog achter. Helpt me natuurlijk enorm. Hoop jullie ook te zien bij de video van morgen natuurlijk. Dus, abonneer voor meer video's natuurlijk. En hoop jullie ook te zien bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Later.